Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal lekker hebben geluncht. En weer tijd hebben voor toch nog een stukje donut in de maag. Kapitalisme. Marktwerking. Dat is eigenlijk de droom van iedere campagnevoerder. Het is namelijk een geweldig verhaal. U heeft gewoon op de korte termijn al succes. Op de lange termijn wordt dat alleen maar meer. Het groeit. Mocht zich een probleem voordoen, dan lost het systeem dat ook zelf wel weer op. De marktwerking die strijkt die plooien vanzelf ook wel weer glad. En u hoeft daar eigenlijk heel weinig aan te doen. U kunt het maar beter gewoon een beetje laten zelfs. En in de tussentijd kunt u eigenlijk gewoon uw gang gaan. Nou, dat is een verhaal waar je mee aan kan komen. En dat is precies waar wij campagnevoerders naar op zoek zijn. Een verhaal waar je mee aan kan komen. Waar mensen voor op de been komen. Toch moet ik vanuit een milieuorganisatie een heel ander verhaal vertellen. Het gaat over systeemverandering. Het moet allemaal anders. Het moet zelfs wat minder. Het wordt misschien wel duurder. In ieder geval anders. We weten het ook allemaal nog niet precies. En we hebben pas effect op de lange termijn. En misschien zijn we al niet eens meer op tijd voordat er echte ontwrichting komt. Dat is dat andere verhaal. En dat geeft meteen het spanningsveld weer vanuit een milieuorganisatie. Dat je een verhaal wil vertellen met hoop waar mensen van denken ja. En dat je vervolgens een heel ingewikkeld verhaal te vertellen hebt. Het wordt wel geprobeerd. Er wordt geprobeerd om dat hele ingewikkelde verhaal van systeemverandering te vatten in een makkelijk campagnejasje. Doet u even dit, geef wat geld, teken de petitie en wij lossen het wel voor u op. Deze bijvoorbeeld, Earth Hour. U zet 1 uur per jaar het licht uit en dan is de aarde gered. Nu realiseer ik me ook wel dat de organisaties die hierachter staan dit ook doen ter bewustwording. Maar de enige lacherigheid die ik hier al zie geeft wel aan dat we met z'n allen ook niet meer geloven dat het zo simpel in elkaar zit. En ik denk dat dat winst is, dat we inzien dat het allemaal niet zo makkelijk is. Maar wat het wel is, want dit is natuurlijk een verschrikkelijke sheet. En ik geef hem ook alleen maar aan om te laten zien hoe het dan misschien wel in elkaar zit als het niet zo'n simpele vergelijking is. Dit is alleen nog maar het voedselsysteem. Het zit dichter bij de werkelijkheid, maar het kan ook overweldigend zijn. Want wat moeten we hier nog mee? Aan welke knoppen kunnen u en ik nog draaien om dit de goede kant op te gaan krijgen? Er zijn natuurlijk mensen die dat allemaal al lang wel willen. Er zitten waarschijnlijk ook, ik denk veel mensen hier in de zaal, de parochie hier in de kerk waarvoor wij preken, die heus inzien dat dit nodig is. Maar hoe krijgen we hier mensen op mee? En ik denk dat dat een taak is waar wij als maatschappelijke organisaties, wij vanuit het milieu, maar ook alle mooie initiatieven die hier vandaag vertegenwoordigd staan, ik denk dat wij er verantwoordelijk voor zijn dat we dat andere verhaal gaan vertellen. En de andere winst die ik zie, is dat het verhaal van de marktwerking scheurtjes begint te vertonen. We zien dat aan de ophef die is ontstaan rondom de afschaf van de dividendbelasting, het gedoe bij de IEG. Eigenlijk elke week is er wel iets waardoor we allemaal zeggen dit werkt gewoon niet meer. Maar wat dan wel? Daar ligt denk ik onze taak. Onze taak ligt hem er ook in om u, de politiek, de bedrijven, iedereen te laten zien aan welke knoppen in deze gigantische spaghetti er dan gedraaid zou moeten gaan worden. En ik denk dat dat soms een beetje een vies woord is. Het belang of zelfs het eigen belang. Waarom zouden we dit willen? Doen we dit alleen voor generaties 20 jaar, 50 jaar verder? Of doen we dit voor onszelf? Waar zit ons eigen belang? En ik denk dat het essentieel is dat mensen gaan zien dat de verandering in hun eigen belang is. Anders denk ik dat we nooit genoeg draagvlak krijgen om de vaart te maken die nodig is om alle problemen aan te kaarten. Ik wil iets meer over mezelf vertellen. Ik kom namelijk uit deze wereld. Ik heb 10 jaar gewerkt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En daarna heb ik mijn promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Utrecht. Ik begon met relatief eenvoudige onderzoekjes naar 1 probleem. En hoe langer ik erin zat, hoe dieper ik hierin kwam. Hoe meer pijlen ik trok tussen allerlei boxjes. En ik zat in de integrale risicoschattingen. En ben uiteindelijk gepromoveerd op hoe je nog omgaat met onzekerheid in dit soort systemen. En hoewel ik denk dat ik met dat onderzoek steeds een stapje dichter kwam bij hoe systemen wellicht werken, kwam ik steeds een stapje verder van waar de maatschappij mee bezig was. Ik kreeg dit ook niet meer uitgelegd aan mijn vrienden. En mijn
rapporten belanden ook niet op de bureaus van de mensen die de beslissingen maakten. En als ze dat al deden, denk ik dat ze heel snel in de spreekwoordelijke la onder dat bureau terechtkwamen. Want het is ontzettend ingewikkeld. Een andere, nou, desillusie is misschien een groot woord, maar toch, die ik had, is dat ik als toch wat naïeve, net afgestudeerde milieugezondheidkundige het idee had dat als ik aantoonde dat iets heel slecht was voor de natuur of voor onze gezondheid en dat goed onderbouwd in een rapport schreef, dat dan toch iemand daar wel iets aan zou gaan doen. En in de jaren daarna merkte ik dat wetenschappelijke kennis en feiten misschien 5% vormt, als het al niet minder is, van dat debat. En dat het gaat om emotie en individuele partijbelangen en een gigantische lobby die daar vanuit allerlei partijen op zit te drukken. Nou, dat zijn een aantal redenen waarom ik ongeveer 5 jaar geleden een overstap heb gemaakt vanuit de academische kring naar Milieudefensie, waar ik nu werk. Ik wilde eigenlijk niet langer die rapporten schrijven. Ik wilde daarmee wapperen en op de poorten kloppen van het beleid. Want ik wil die verandering. Wat ik daar doe, is ik ben campagneleider op het gebied van duurzaam verkeer. Verkeer zorgt nog voor bijna 25% van onze CO2-uitstoot. Dat is gigantisch. En ik focus daarbij vooral op het wegverkeer. Het vliegverkeer is ontzettend belangrijk overigens. Maar we verdelen zo een beetje de dossiers bij de groene organisaties. Dus ik werk op het gebied van wegverkeer. En wat er in die campagne is gebeurd, is dat er eerst gesproken is over dat eigen belang. Eigenlijk waar ik het net over had. We zijn het land ingegaan en hebben aan heel veel mensen gevraagd, als je denkt aan verkeer, aan de verduurzaming daarvan. Waar zit jouw eigen belang? Waarom zou je dit anders willen? En wat mensen toen zeiden? Wat mensen zeiden in die gesprekken is dit. Ik wil gezonde lucht. Ik wil niet dat mijn kind naar school moet fietsen en ondertussen die uitlaatgassen van die auto's in moet ademen. En ik wil zelf ook niet bij het stoplicht achter een scootertje staan, wat dat in mijn gezicht blaast. Dit was het onderwerp wat mensen het meeste raakte. En daarom hebben we ervoor gekozen om onze campagne op het gebied van duurzaam vervoer te focussen op de luchtkwaliteit. En dat doen wij zeker niet alleen. Juist niet, zou ik willen zeggen. We werken samen met heel veel mensen in het land die die strijd van onderop, van bovenaf, samen met ons voeren. Wat we eerst hebben gedaan, allerlei groepen in het land zijn gaan meten. Die zijn letterlijk met een buisje hun eigen straat opgegaan, hebben die opgehangen om te kijken hoe vies is de lucht hier nou eigenlijk. Vervolgens zijn ze met die resultaten naar hun lokale gemeente gegaan of naar de buurt te praten met de buurman of de buurvrouw. Dit willen wij toch niet. We willen toch dat we gezonde lucht in kunnen ademen. Want let wel, luchtvervuiling is een gigantisch probleem. Het is vanuit milieuoogpunt het grootste probleem voor de gezondheid wat we hebben. Jaarlijks wordt er geschat 12.000 doden ten gevolge van luchtvervuiling in Nederland. Tienduizenden chronisch ernstig zieken. Daar gaan deze mensen met ons samen voor de straat op. Ze voeren allerlei acties. Voor de buurt, voor de politiek. Ze duiken met hun neus in de dossiers. Zorgen er ook vooral voor dat de oplossingen op papier komen te staan. Hoe moet het dan wel? En wat wij doen als Milieudefensie is vooral het trainen van mensen, het geven van informatie, het zorgen dat ze de juiste contacten hebben en de krachten bundelen richting Den Haag. Want daar moet ook ontzettend veel gebeuren. En wat we uiteindelijk hebben gedaan is samen met heel veel mensen en gecrowdfund door nog heel veel meer mensen een rechtszaak aangespannen tegen de staat. En daaruit is ook gekomen dat daar nu eindelijk iets meer gedaan moet worden om die luchtvervuiling aan te pakken. Wat we dus hebben gedaan is, we zijn begonnen met dat eigenbelang. We proberen mensen in staat te stellen om te weten aan welke knoppen gedraaid kan worden om daar iets aan te veranderen. Maar dat verhaal, waar ik het eerst ook over had, dat is heel belangrijk. En ik kan jullie wel hier vertellen dat we in het begin nog wel eens mensen kregen die de luchtvervuiling in hun straat aan wilden pakken, door de auto's daar bijvoorbeeld eruit te halen. Maar het dan niet zo heel erg vonden als die auto's 3 straten verder aan het rijden waren. En dat is ook wel een beetje het gevaar als je mensen aanspreekt op eigen belang. Precies waarom het een beetje een vies woord is. Want je kan ook oplossingen gaan krijgen die puur dat eigen belang dienen. Het is maar een hele kleine groep mensen, wil ik er meteen bij zeggen. Eigenlijk iedereen die met ons werkt staat voor veel integralere oplossingen. Maar dat is wel een verhaal wat we zullen moeten blijven vertellen.
En ik wil jullie ook even meenemen in wat ik dan vertel over verkeer. Dat is toch mijn onderwerp. Verkeer is namelijk meer dan luchtvervuiling. Verkeer zorgt voor een heel scala aan problemen. De manier waarop we dat nu hebben ingericht, ons huidige wegverkeerssysteem, leidt tot luchtvervuiling en klimaatgassen zoals CO2. Er zijn heel veel mensen die worden blootgesteld aan grote hoeveelheden geluidsoverlast. De natuur wordt aangetast door de stikstofdepositie, dus dat betekent de verzuring van de natuur, maar ook doordat een enorm snelwegennetwerk de biodiversiteit versnippert. Verkeersongevallen, een grote aanslag op onze publieke ruimte, zeker in grote steden zoals hier in Amsterdam. Het loopt letterlijk vast, je komt er niet meer langs. We hebben onderzocht dat de helft van alle publieke ruimte naar de auto gaat. Dat zijn parkeerplaatsen en wegdelen, de helft. En natuurlijk zitten hier ook mensen in de zaal met een auto die denken, ja, maar die moet ik toch ergens kwijt, want hoe kom ik er anders? En dat is ook soms een legitiem argument. En daarom moeten we ervoor zorgen dat je er ook anders kan komen. En tenslotte vervoersarmoede. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt, want het is nog niet zo'n heel bekend begrip. Maar het gaat om mensen die onvoldoende mogelijkheden hebben om mobiel te zijn en essentiële plekken voor hen te bereiken. Bijvoorbeeld banen en werk, maar ook familie. Het gaat dan vaak om de lagere inkomens. Van de 3 miljoen mensen met de laagste inkomens heeft de helft geen gemotoriseerd voertuig. En het zijn ook de mensen die wonen in de wijken waar weinig openbaar vervoer is. Waar openbaar vervoer, als het er is, soms te duur is. En waar zelfs gekort wordt op lijnen in het openbaar vervoer. Dus de sociale kant van ons vervoerssysteem. Een systeem wat eigenlijk gebaseerd is aan de ene kant op het individuele bezit van een auto. En aan de andere kant op veel te goedkope fossiele brandstoffen. Dat zijn eigenlijk de twee pijlers waarop wij ons vervoerssysteem hebben gebouwd. En dat geeft ook aan waarom al die problemen zo met elkaar samenhangen. Ondanks die samenhang zien we dat de problemen vaak individueel worden opgelost. Voor de lucht- en klimaatproblemen zal de eerste oplossing die iedereen noemt zijn, is de elektrische auto. Voor het geluidsprobleem bouwen we geluidswallen. Voor de natuur, nou ja, wordt steeds vaker gekeken of het misschien ondertunneld kan worden of dat we compensatie voor de natuur aanleggen. Op verkeersveiligheid worden heel veel maatregelen genomen, maar onder andere gescheiden rijbanen. Voor de drukte, hier in Amsterdam heel populair, het bouwen van parkeergarages. Dan kan je namelijk de parkeerplaatsen op de weg op gaan heffen, hou je daar wat ruimte over, staan de auto's in een parkeergarage. En voor vervoersarmoede is eigenlijk nog heel weinig echt beleid. Ik ben niet tegen al deze oplossingen, daar zitten hele mooie dingen bij. Maar ik wil wel aangeven dat ze allemaal maar eigenlijk een symptoom van een verkeerssysteem aanpakken, wat op een veel dieper niveau misgaat. Juist met die veel te goedkope olieprijzen, dat individuele bezit en de gigantische macht natuurlijk ook van allerlei lobbypartijen die hierin zitten. En daarom vind ik het belangrijk om ook te hebben over oplossingen die deze problemen aanpakken. Dus samen met de mensen in het land, de luchtwachters, u zult er straks nog van eentje horen in de pitches, proberen we ook te strijden voor integrale oplossingen. Dus in de stad betekent dat veel meer ruimte voor fietsen, voor wandelen, voor betaalbaar, goed openbaar vervoer wat dekkend is en schone deelmobiliteit daarop aangesloten. En natuurlijk zul je uitzonderingen moeten maken voor mensen die dingen moeten verhuizen. Maar je kan echt fundamenteel anders naar het systeem gaan kijken en daarmee al deze problemen tegelijkertijd een beetje beter maken. Wat ik vandaag ook graag wil doen met jullie is iets meer kijken naar die laatste groep. Want wie zijn nou de verliezers van ons huidige verkeerssysteem? Dat zijn die mensen waarover ik net sprak. Mensen die, waarvan soms de vervoersarmoede, dus het gebrek aan mogelijkheden, ook kan leiden tot financiële armoede. Want bepaalde banen, zeker voor lager opgeleiden, die bijvoorbeeld schoonmaakbanen of in de haven, dat zijn vaak locaties die ook lastig te bereiken zijn zonder gemotoriseerd voertuig. De verliezers zijn ook de mensen die wonen, vaak in huurwoningen, nabij die ontzettend drukke snelwegen waar de luchtkwaliteit echt erbarmelijk is en de geluidsoverlast enorm. En als we dan kijken naar het beleid wat er wordt genomen, dan is dat soms, niet altijd, maar soms vergroot het die ongelijkheid nog. De milieuzone zorgt ervoor dat de meest vervuilende auto's
de stad niet meer in kunnen. Nu kan ik er meteen bij zeggen, van de lagere inkomens heeft de helft van de mensen sowieso geen gemotoriseerd voertuig. Maar de anderen zullen vaker die oudere auto hebben, die de stad dus niet meer in kan. Aan de andere kant kunnen juist deze mensen geen aanspraak doen op alle subsidies en regelingen die er komen over elektrische auto's en leaseauto's en constructies. Want dat is sowieso nog een brug veel te ver. Dat wil niet zeggen dat ik daar tegen ben. Ik vind dat het belangrijk is dat je bepaalde technieken stimuleert en ook dat je heel vervuilende voertuigen die soms tot 50 keer zoveel schadelijke roet uitstoten, dat je die niet meer wil rond hebben rijden in je straat. Maar je zal dit soort maatregelen alleen moeten nemen op het moment dat je rekening houdt met de verliezers van het systeem, met de bereikbaarheid van iedereen. En je moet dus maatregelen nemen die ervoor zorgen dat je je stad veel leefbaarder maakt, maar ook bereikbaar houdt. Want de weerstand zit ook hier. En de weerstand op het gebied van milieumaatregelen is vaak groot. Zeker op het gebied van de auto, kan ik u vertellen. Als ik iets vertel over de auto, dat raakt de mensen diep. En daar zit dus een enorme weerstand. En dat gaat niet alleen om deze mensen die ik net noemde. De eigenaar van de Hummer, die met zijn Hummer tot hartje Amsterdam wil kunnen rijden, voelt ook zich dat er naar hem iets wordt afgenomen op het moment dat dat niet meer mag. Want daar zit de weerstand vaak in. De angst dat iets afgenomen wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken welke angsten we daarin serieus nemen. En dat gaat wat mij betreft zeker om deze groepen. En waarvan we zeggen, ja, u zult gewoon een stapje terug moeten. En ik denk dat die angst om iets te verliezen door het milieubeleid mooi aanschouwelijk gemaakt kan worden met de donut. Want als we die er nog eventjes bij pakken, dit is het plaatje en ik ga er niet expliciet op in, maar aan de buitenkant staan daar dus alle milieu- en ecologische problemen, de grenzen van de planeet die we aan het overschrijden zijn. En het hart is die sociale kern. En de angst zit er maar in dat als we daar gaan duwen, ik heb dat eventjes provisorisch met een vingertje erop aangegeven, als wij maatregelen nemen om die klimaatverandering terug te dringen, is de angst dat dat gaat leiden tot een uitstulping aan de binnenkant. Het is een angst dat mensen dan dingen niet meer kunnen, dat het duurder wordt. En daar zit de weerstand ook in. Maar die angst, die bestaat ook andersom. Als we even teruggaan naar dat plaatje van de donut, ja, dit is weer het basisplaatje, dan zijn er heel wat ook milieuactivisten om mij heen die andersom angst hebben. Die zijn bang dat als we daar gaan duwen, aan die binnenkant, als we die mensen die daar zitten veel meer middelen geven, veel meer mogelijkheden geven, dat dat aan die andere kant gaat leiden tot een uitstulping. Je zult de kost moeten geven aan de mensen die bang zijn dat iedereen in Afrika en India hetzelfde energieniveau gaat krijgen als wij. Want waar zijn we dan nog met onze planetaire grenzen? En ik denk dat dit in essentie iets heel belangrijks is waarom we hier ook vandaag bij elkaar zijn. Want als wij vanuit twee kanten van de donut tegen elkaar in gaan zitten duwen en ik bezig ben met het bepleiten van milieumaatregelen die een nieuw sociaal probleem creëren, en andersom dat het verhelpen van sociale problemen weer leidt tot extra druk op die planetaire grenzen, dan zijn we elkaar echt kwijt. En dan houden we elkaar nog heel lang bezig en dan komen we uiteindelijk geen stap verder. Dus daarom vind ik het zo mooi dat we hier vandaag samen zijn om dus te zoeken naar oplossingen die aan beide kanten van de donut werken. Of in ieder geval dat niet te verergeren. Ik denk dat we daar vanuit alle maatschappelijke hoeken, maar ook gewoon zoals we hier als mensen in de zaal zitten, rekening mee zullen moeten houden dat wat we doen niet op zich staat. Je hebt die hele spaghetti en je zal er rekening mee moeten houden met wat er verder gebeurt. En voor die oplossingen moeten zoeken die aan twee kanten hout snijden of donuts snijden. En als Milieudefensie zijn we hier nu al wat langer mee bezig. We zijn aan het kijken, wat is die sociale kant van het milieubeleid? En wat we daarin onder andere hebben gedaan is onderzocht hoe het nu zit met de sociale kant van het milieubeleid. En daaruit blijkt dat de laagste inkomens procentueel het grootste deel van hun inkomen kwijt zijn aan milieubeleid. En het huidige beleid versterkt die ongelijkheid. Dus op dit moment wordt er beleid gemaakt wat aan de andere kant die uitstulping weer aan het groter maken is. We zijn aan het duwen aan één kant en dat leidt weer tot een probleem aan de andere kant. We hebben nog meer laten onderzoeken. Dit zijn de baten van het klimaatbeleid. Dus wat subsidiëren we? Waar gaat ons geld naartoe? De linkerkant is het geld wat naar het bedrijfsleven gaat. De rechterkant gaat naar u en naar mij. Dat zijn de burgers. En dat kleine stukje onderin, dat blauwe streepje, is wat er naar het armere deel van de bevolking gaat. Dus ook daar zie je dat de
lusten van het klimaatbeleid ook niet terechtkomen bij die mensen. En daar zijn we nu mee bezig als organisatie. Hoe zorgen we ervoor dat we vaart maken met die klimaatdoelen? We zijn een milieuorganisatie. We willen die buitenkant van de donut zo snel mogelijk naar binnen krijgen. Maar hoe doen we dat zonder dat daarbij over de ruggen van allerlei mensen maatregelen worden genomen die ongelijkheid vergroten en die daarmee ook weerstand tegen diezelfde maatregelen veroorzaken? We zijn ermee bezig en ik hoop eigenlijk dat we ook door de gesprekken vandaag en deze geweldige Donut D-Day en hopelijk wat er volgt, ook samen kunnen kijken hoe we dat vanuit al die verschillende kanten kunnen doen. En hoe we er echt voor gaan zorgen dat we oplossingen bepleiten, allemaal, die passen bij eenzelfde verhaal van aan twee kanten van die donut werken. Dat verhaal is denk ik ook het verhaal waar ik het in het begin over had, waar we mensen mee moeten gaan krijgen. En waar mensen ook een belang voor zichzelf in kunnen gaan zien. Want dat belang, dat is nodig. En als mensen zien dat dit niet in hun belang is, dat ze gaan verliezen, krijgen we ze sowieso niet mee. En daarmee, de politiek is natuurlijk ook puur eigen belang. Dat zijn zetels, maar het is ook, afhankelijk een beetje bij welke politieke partij je aanklopt, proberen ze toch de belangen van het volk te dienen. In ieder geval een deel van de partijen. En op het moment dat het volk dit niet als zijn belang ziet, en ik zeg het volk, maar dat zijn wij hier met z'n allen, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik hoop dat we daar, er is nog best wel veel aan te doen, maar het boek van Kate geeft een gigantisch mooie voorzet om erover na te denken hoe we dat hier gaan doen en hoe we ervoor zorgen dat we daar mensen, bedrijven en iedereen om meekrijgen. En ik wil eindigen met een plaatje wat een klein beetje aangeeft hoe dat in mijn kleine wereldje van het wegverkeer er een beetje uitziet. Er had van mij best wat mooie groene deelauto's bij mogen staan en wat meer wandelaars, spelende kinderen. Je kan het plaatje voor jezelf invullen. Zolang het maar een bereikbare, gezonde, leefbare stad is voor iedereen. En ik hoop dat we met z'n allen ook een plaatje kunnen maken voor hoe dat er veel breder uitziet. En ik vind het erg leuk dat ik hier mag spreken vandaag. Daar wil ik nog mee eindigen. Dank u wel. Ik heb mijn leven lang keihard gewerkt. Ik heb altijd voor mezelf gewerkt. Keihard. Maar dan ook echt. Alleen voor mezelf. Wat zou ik dan nu opeens mijn uren in hun tijd steken? Hun boontjes gaan doppen. Mijn duit in hun zakje doen? Mijn citroenen voor knollen verkopen. Hun tering naar mijn nering zetten. Hun neus in mijn boter. En mijn boter bij hun vis. Mijn water naar hun zee dragen en mijn kind met hun badwater. Ik heb mijn leven lang keihard gewerkt. Wat zou ik dan nu opeens mijn koren op jullie molen? Met mijn krenten in jullie pap. Mijn liefde door jullie maag. Met mijn zonnetje in jullie huis. Mijn leven in jullie brouwerij brengen. Wat zou ik dan nu opeens jullie kastanjes uit mijn vuur halen? En jullie iets in mijn melk laten brokkelen? Jullie vinger in mijn pap laten hebben? Jullie schaapjes op mijn drogen? Jullie neusje van mijn zalm? Jullie uit mijn verf laten komen voor de katsen? Viool? Jullie kat op mijn spek binden? Jullie hooi op mijn vork nemen? Jullie kip met mijn gouden eieren slachten? Jullie appels met mijn peren vergelijken? Jullie hoofd boven water houden? Jullie lul uit mijn broek laten hangen? Mijn goede begin voor jullie halve werk? Mijn zoden aan jullie dijk zetten, mijn vuur uit jullie sloffen lopen, mij in jullie sop gaar laten koken? Jullie vlag uitsteken, jullie in mijn slappe was, jullie het onderste uit mijn kan? Jullie niet laten verzuren in mijn goede vat? Jullie water bij mijn wijn doen en mijn oude wijn in jullie nieuwe zakken? En mijn wil voor jullie weg...
jullie wil voor mijn...